Doe je best en vergeet de rest. Dat zeg ik altijd tegen mijn kinderen. En trouwens ook tegen mijn vrouw op het moment dat ik wegga. Doe je best en vergeet de rest. En eigenlijk wat ik daar ook mee wil zeggen is, als je nou gewoon je best doet, dan is het goed. Weet je, meer dan je best kun je gewoon niet doen. Je kunt wel zeggen, ja, maar ja, ik had... Doe gewoon je best. Als je elke dag gewoon je best doet, als je elke dag gewoon zegt, weet je wat, ik heb mijn best gedaan, dan doe je het goed. Maar ik wil er wel eventjes op inhaken dat het mij opvalt dat ik de laatste tijd zoveel mensen hoor met teleurstellingen. Dat ze zeggen, ja, ik ben mijn baan kwijtgeraakt en het zit me allemaal niet mee. Of ik moet mijn huis uit en ik heb heel veel pech en alles zit tegen. En ik kan geen boodschappen doen en niemand wil met me spelen. Of niemand wil bij me op de koffie komen of niemand heeft tijd voor mij. En het is allemaal een beetje, ja, hoe zeg je dat? Een beetje om je heen wijzen. En dan kan je misschien denken van, nou Timo, hoe kom je nou van dat op, doe je best en vergeet de rest? Nou, dat is eigenlijk heel simpel. Ik ben ervan overtuigd dat de meeste teleurstellingen komen omdat je te weinig inzet hebt geleverd. En inzet is natuurlijk relatief. Hè? De een zegt van, nou, ik heb echt mijn best gedaan, ik heb echt heel veel gegeven. En als je dan denkt van, ja, maar had je meer kunnen geven? Dan is vaak het antwoord, ja, ik had nog wel iets meer kunnen geven. Snap je? Dus wat het eigenlijk is met doe je best, vergeet de rest, is elke dag moet je gewoon het maximale van jezelf willen geven. En of je het kan is een tweede, maar je moet het in ieder geval willen. En op het moment dat je dat nou doet, moet je er ook echt wel bij nadenken van, oké, wat verwacht ik er dan voor terug? Dat is het ook. Hè? Je kunt wel zeggen, ik doe heel erg hard mijn best, maar wat verwacht je ervoor terug? Want op het moment dat je wel heel erg hard je best doet, maar je weet eigenlijk niet wat je ervoor terugkrijgt, waarom doe je dan precies hard je best? Waarvoor? Nee, waarvoor doe je hard je best? Als je niet weet wat je terug gaat krijgen, waarom doe je dan je best? Als je nou heel erg je best doet om een bal heel hard te trappen, maar je weet eigenlijk niet waarom, ja, dan slaat het nergens op eigenlijk, toch? Waarom zou je dan heel hard tegen die bal aantrappen? Maar als je nou weet, ja, ik wil die bal in dat goal krijgen en ik sta nu aan de andere kant van het veld, dus ik moet heel hard trappen om die bal in de buurt van dat goal te krijgen. Kijk, dan heb je een doel. Dan weet je waar je naartoe kan schieten. En eigenlijk maak ik het altijd heel simpel. Als je nou iets wilt, als je nou resultaat wilt, laat ik het zo zeggen, dan kun je je best doen, dat is één. Maar je kunt ook gaan berekenen wat er voor nodig is om dat resultaat ook te kunnen behalen. Of in ieder geval zo dicht mogelijk in de buurt te komen. He, en op het moment dat jij dus denkt van, ja, weet je wat, ik doe altijd wel mijn best, maar het resultaat valt tegen. He, stel, ik werk voor een baas, voor een werkgever, en ik doe altijd mijn best, maar ik krijg maar geen loonsverhoging. Ja, oké. Dus, ja, nou ja, ik vind echt wel dat ik recht heb op loonsverhoging. Ja, oké, maar ben jij het wel waard om een loonsverhoging te geven? Ja, ik ben het zeker waard en ik doe hartstikke veel. En oké, nou ja, als je daar echt zo van overtuigd bent, dan zou ik het vragen. Nee, heb je, ja, kun je krijgen, zo simpel is het. Maar als die werkgever nou tegen jou zegt van, joh, dat bonus, dat zit er gewoon niet in, dat gaat niet gebeuren, dan is het eigenlijk gewoon een verkapte manier van, ja, weet je, ik vind niet dat je die bonus hebt verdiend. Dat is het eigenlijk. En hoe confronterend dat misschien ook klinkt, dat is het wel. Want als jij het echt waard zou zijn, dan had je het of al gekregen, dan hadden ze al gezegd van, hey, hier heb je een bonus, of hier heb je salarisverhoging. Of hadden ze al zoiets gehad van, weet je wat, we gaan je gewoon eventjes een nieuw contract geven. Of we gaan je even iets beter aan ons bedrijf verbinden. Of we gaan, snap je? Op het moment dat jij zo'n groot verschil maakt, dan wilt iemand jou niet kwijt. Op het moment dat jij gemiddeld verschil maakt, dan zijn er voor jou nog 10 anderen. En dat is een beetje wat ik bedoel met doe je best. Op het moment dat je je best doet, kun je dat op meerdere niveaus doen. Je kunt je best doen van, nou, ik heb in ieder geval mijn best gedaan. Maar je kunt ook je best doen met, nou, ik heb echt wel het dubbele gegeven van mezelf. Oké. Maar je kunt ook echt zo hard je best doen dat je er gewoon uitspringt. He, dat je gewoon opvalt dat iemand zegt, wow, hoe is dat? Wat doet hij? Dat. En dat is pas echt je best doen. En als je dat doet met een doel, he, als jouw doel is om echt uit te blinken in jouw werk en daar bijvoorbeeld een salarisverhoging uit te halen, dan ga jij veel meer doen om die salarisverhoging te krijgen. En
op het moment dat je denkt, nou weet je wat, ik blijf gewoon, ik kom elke dag 5 minuten eerder of 10 minuten eerder en elke dag blijf ik een half uurtje langer. Nou, dan krijg ik vast wel salarisverhoging. Ja, weet je, ik zie daar persoonlijk niet echt de meerwaarde van in. He, dat je langer blijft wil niet zeggen dat je productiever bent. Je bent wat waard voor de meeste bedrijven, en dan heb ik het over MKB en vooral. Voor MKB ben je wat waard als je geld verdient. Als je meer geld verdient voor het bedrijf, dan ben je iets waard. Als iemand zegt zo, nou, oh, je had een hoop klanten binnen, of jij hebt een hoop extra verkocht aan bestaande klanten, dan ben je iets waard. En bij de wat grotere bedrijven ben je iets waard als je een bepaald probleem snel kan oplossen, of misschien bepaald klantgeluk kunt realiseren bij de klanten van het bedrijf, of misschien de organisatie meer energie geeft, of hè, dat zijn misschien andere dingen. Hè. Daar is de focus wel op geld, maar dat is dan misschien niet direct jouw functie, maar je kunt wel een bepaalde persoon worden binnen die club, waardoor je indruk maakt, waardoor je dus extra je best moet gaan doen, of waarvoor je extra je best moet gaan doen, en waardoor je dus ook een grotere indruk achterlaat die waardevol is. Want als jouw inzet niet waardevol is voor de anderen, dan heeft het geen zin. Dan voegt het niks toe. Snap je? Je bent geen toegevoegde waarde als je 5 minuten of 10 minuten of een half uur eerder komt en een half uur langer blijft. Je bent geen toegevoegde waarde als je altijd eventjes ergens een lapje overheen haalt om het af te stoffen. Snap je? Het is heel erg netjes en het is heel erg aardig van je, maar je bent geen toegevoegde waarde. Je moet echt wel denken in het stukje van hoe kan ik echt verschil maken? Hoe kan ik nou verschil maken? Hoe kan ik nou zorgen dat ik zo'n groot verschil maak dat iemand gewoon denkt, wow, daar heb ik wat aan. Daar hebben we wat aan. We moeten die persoon hier erbij hebben, want die persoon die maakt verschil. En als we die persoon wegdoen of die persoon stapt op, dan hebben we eigenlijk wel een soort van probleem. En dan kun je wel zeggen, ja, maar iedereen is vervangbaar. Dat klopt. Iedereen is vervangbaar. Maar je hebt iemand die gemiddeld extra presteert, hè, die zegt, nou ja, die doet wel iets meer zijn best. Of iemand die zo uitzonderlijk hoog presteert dat ze zeggen, ja, maar die persoon is eigenlijk onvervangbaar. Dat. En als je dat weet te bereiken, dan ga je verschil maken. Dan ga je waarde creëren vanuit jezelf. Dan zal ooit een keer als ze dreigen met ontslagen, dan zullen ze een keertje zeggen, nou ja, weet je wat, we kunnen die kwijt. Ja, maar die kunnen we echt niet kwijt, want die doet dat. Snap je? Je bent dan waardevol. Op het moment dat jij waardevol bent voor een organisatie, dan word je niet snel ontslagen. Want het is heel simpel. Als de mensen moeten worden ontslagen, dan gaan ze echt niet zeggen, oké, personeelsnummer 1 tot en met 10 gaat er als eerste uit, want die waren hier als eerste. Of nummer 90 tot 100 gaan er als eerste uit, want die kwamen hier als laatste binnen. Zo simpel is het niet. He, ze zullen misschien eerst sorteren op, wie heeft er een jaarcontract? Nou, die. Oké, wie werkt de meeste uren? Nou, die. Oké. En dan gaan ze kijken per persoon van, oké, wat doet die? Nou, die doet dat. Oké, nou, daar kunnen we vanaf. Nou, die is wel belangrijk. Die hebben we gewoon nodig. En anders moeten we daar een nieuwe voor zoeken. Dat werkt niet. He? Zo gaan ze vaak door die lijst heen. En als jouw naam voorbij komt, dan zou het eigenlijk moeten zeggen, wow, wacht eens even. Die moeten we houden. Snap je? Maar ja, dat is eventjes in de situatie van op het moment dat je natuurlijk voor een werkgever werkt. Maar wat ik in de basis wel probeer te zeggen is, probeer nou gewoon eens meer te leveren dan mensen verwachten. Als je weet wat je doel is, als je weet wat je ervan verwacht, als je nou weet van oké, dit wil ik bereiken, ga dan ook je inzet verhogen. Ga je inzet verhogen. En dat geldt niet alleen op je werk, geldt ook thuis. Hoe kan ik thuis mijn inzet verhogen om te zorgen dat er meer rendement uitkomt voor mezelf, voor mijn partner, voor mijn gezin? Hoe kan ik zorgen dat ik daar makkelijker mee om kan gaan, zonder dat ik elke keer moet denken van ja, oh, het is allemaal zo zwaar en ik vind het allemaal zo moeilijk en ik heb altijd pech en alles zit tegen. En weet je, verhogen nou eens die inzet. Ik heb best wel wat mensen die af en toe mijn berichtje sturen met, Timo, ik heb het zo zwaar en ik zie het allemaal even niet meer zitten en ik heb allemaal pech en het zit allemaal niet mee. Weet je wat ik daarop zeg? Ik zeg heel simpel. Zeg tegen die ander dan, hè? Zeg ik van, nou, begrijp ik, is niet leuk voor je, maar pak je verantwoording en kijk er straks gewoon trots op terug. Heel simpel. Eén regeltje. Want weet je wat het is? Dat is het vaak al. Die mensen zitten vol zelfmedelijden. Die vinden zichzelf ontzettend zielig, omdat ze op dat moment dat echt zo ervaren. Dat is het, hè? Je kunt die persoon zeggen, ja, maar ja, het is niet zo. Maar op dat moment voelt die persoon dat wel zo. En dat kan, hè? Dat is een momentopname. En dat mag. Maar het belangrijkste is dat je er ook uit weet te komen.
En zorg er dus voor dat die persoon uit dat moment wordt gehaald. Hè? Door te zeggen van, weet je wat, pak je verantwoording. Jij bent er verantwoordelijk voor dat je hier nu in zit. En dan kun je zeggen, ja, maar ik heb hier geen schuld aan. Dat maakt niet uit. Jij bent wel verantwoordelijk om je hier uit te halen. Om te zorgen dat je hier uitkomt. Om te zorgen dat je je gelukkiger gaat voelen. Omdat je beter in je vel gaat zetten. Daar ben jij verantwoordelijk voor. Dus pak je verantwoording. Zorg ervoor dat je jezelf verder helpt. Want je gaat jezelf niet verder helpen met, oh, ben zo zielig, oh, ik heb zoveel pijn, oh, ik heb zo weinig geld, oh, ik heb geen leuk werk. Dan ben je alleen maar jezelf aan het zielig vinden. Jezelf zielig vinden heeft nog nooit iemand verder geholpen. Zorg ervoor dat je jezelf eruit haalt. Pak je verantwoording. Pak je verantwoording, haal jezelf eruit. En kijk er een jaar later of een maand later op terug en dat je denkt, wow, ik zat toen daar. Ja, toen ging het echt niet goed met me. Maar nu gaat het wel goed met me. Snap je? Pak je verantwoording. Hou eens op, weet je wel. En dat is denk ik ook precies wat ik probeer te zeggen in het stukje van doe je best. Doe je best. Doe gewoon eens je best. Weet je, mensen geven zo snel al op. Mensen hebben al zo snel zoiets van, nou, voor mij hoeft het niet. Weet je wel, ik hoef niet zo hard mijn best te doen, want ik heb al heel veel gedaan. Blijkbaar heb je niet genoeg gedaan. Als je vindt dat je je best hebt gedaan en je hebt zoiets van, ja, maar ik heb al echt wel hard mijn best gedaan, maar je zit nog steeds in de problemen, je hebt nog steeds niet wat je eigenlijk wilde hebben, dan heb je dus blijkbaar niet hard genoeg je best gedaan. Zo simpel is het. Je hebt niet hard genoeg je best gedaan. En als je zegt, ja, maar ik heb echt... Nee, dat heb je niet. Want als je dat wel had gedaan, dan was het nu niet zo. Punt. Weet je, en dan kunnen we heel lang een discussie over gaan voeren, kunnen we heel lang gaan zeggen van, ja, maar ja, ik heb... Nee. Als jij harder je best had gedaan, dan was het wel gelukt. Dan had je hier nu niet ingezeten. Dan had je nu niet gezegd ja maar. De ja maar is niks meer dan een excuus verzinnen. De ja maar zorgt er alleen maar voor dat je dingen niet gaat doen, omdat je een excuus verzint. Ja maar, nee. Ja maar die baan heb ik verloren, dat bedrijf niet ging. Nou en? Dan is het jouw verantwoording om een nieuwe baan te vinden ergens. Dat is niet de schuld van dat bedrijf. De reden dat je geen werk meer hebt, komt omdat het bedrijf failliet is gegaan. Je kunt ze niet de schuld geven, dat is de reden. De reden dat je nu geen werk hebt, is omdat dat bedrijf failliet is gegaan. De reden dat je nu geen werk hebt, is omdat je niet gaat solliciteren. Dus je kunt de schuld geven aan jezelf. Jij solliciteert nu niet en daarom heb je geen werk. Snap je? Je moet de schuld weten te verleggen. Als je je best doet, dan moet je stoppen met het verzinnen van excuses. Stoppen met het verwijzen naar anderen van, oh, het ligt aan die persoon, het ligt aan dat bedrijf, het ligt aan de overheid, het ligt aan de gemeente, het ligt aan de huurbaas, het ligt aan mijn bank. Pak de verantwoording nou zelf. Weet je, en als alles tegen zit, als je altijd maar pech hebt, als alles in jouw ogen niet is gemaakt voor jou, als jij echt geboren bent voor het geluk, dan moet je veel meer je verantwoording gaan pakken. Stoppen met dat wijzen naar anderen en je verantwoording gaan pakken en zeggen, oké, vanaf hier ga ik het anders doen. Ik ga meer mijn best doen. Ik ga meer leveren. Want het is heel simpel. Als iemand bij jou iets doet. Hè, iemand die, ik noem maar wat, heel simpel. De postbezorger. Hè, de pakketjesbezorger. Iedereen heeft wel een pakketbezorger. Als jij een pakketbezorger hebt. Die altijd vrolijk is. Die altijd zijn best doet. Die altijd naar je lacht. Dan ben jij toch ook aardiger voor die postbode. Voor die pakketbezorger. En misschien niet de eerste keer. Misschien niet de tweede keer. Maar misschien dat je de vierde of vijfde keer denkt van, nou, hey, die man of vrouw die is altijd wel heel erg vrolijk. He, die bezorger die laat me altijd wel even lachen. Dan heb je daar toch ook meer waardering voor. Dan denk je, ja, ik ben onder de indruk van jou. Dat is toch een bezorger die je niet snel vergeet. En natuurlijk, die persoon is misschien niet extra waardevol daardoor voor het pakketbedrijf. Maar zijn persoonlijkheid of haar persoonlijkheid is wel indrukwekkend. Die persoon doet zijn best, die doet zijn werk, die doet zijn best. En die geeft net iets extra's. Bij elk adres weer. En zo moet je ook daarover nadenken van hoe zien mensen jou? Hoe zien ze jou? Hoe horen ze dat jij omgaat met een bezoek, met het uitbrengen van een offerte, met het indienen van een klacht, met de meest dagelijkse dingen? Wie ben jij en hoe hard doe je je best? Je moet ook zo zien, er zijn zoveel mensen op de wereld, als iedereen het gemiddeld doet, dan is gemiddeld geen waarde meer. He, stel, even heel plat. Je moet ergens een klacht indienen en jouw klacht is, ik ben niet tevreden over het product, ik wil mijn geld terug. Waarop het bedrijf zegt, dat begrijpen we, maar u heeft de verpakking al geopend, dus we geven niet uw geld terug. En je laat het daarbij, dan is het klaar. Snap je? Want die bedrijven krijgen waarschijnlijk heel vaak zo'n vraag binnen en dan reageer ze op, nou, de verpakking open is dan niet. Het is gewoon een standaard reactie.
Als er vaak dezelfde vragen en de klachten binnenkomen, komen daar vanzelf standaard reacties voor en die worden dan teruggestuurd. En als je het daarbij laat zitten, dan houdt het op. Snap je? Het gaat er dan om dat je dus bijvoorbeeld weer een berichtje terugstuurt en dat je het gaat onderbouwen of dat je laat zien, ja maar hierom en hierom en daarom werkt het niet of past het niet of daarom moest ik de verpakking wel openen. Je moet wel je best doen. Doe je best. En misschien dat dat de eerste keer niet lukt, maar misschien de tweede of de derde keer wel of de vierde keer wel. En dat zal misschien niet bij elk product werken, maar misschien bij jouw product weer wel. Weet je, dat zijn dingen. Doe eens je best. Doe je best. Hetzelfde met nee. Weet je, heel veel mensen zeggen, ja, maar ja, ze zeiden nee. Oké. Nou ja, als ik tegen mijn dochter zeg, als ze vraagt, mag ik een snoepje? En ik zeg nee, dan loopt die ook niet meteen weg en dat ze zegt, oh, oké, dan niet. Die zegt, ja, alsjeblieft, laat toe, mag ik een snoepje? Waarom niet? Snap je? Die gaat ook met mij ja, de discussie aan van, ja, maar waarom niet? Waarom mag ik geen snoepje? En ik kan er vrij ja, sterk in zijn in die zin van, meestal hou ik voet bij stuk en zeg van, gewoon, nee, je krijgt geen snoepje. En dan is het klaar. Maar je hebt er ook genoeg die gewoon na 4, 5 keer vragen zoiets hebben. Nou, weet je wat, ik geef mijn kind maar een snoepje, want dan ben ik er vanaf. Snap je? En dat is het precies met doe je best. Doe je best. Laat je niet wegsturen bij 1 keer nee. Laat je niet wegsturen bij, ja, nee is nee. Nee, niet nee is nee. Nee is op dat moment nee. Maar ja, als jij met een nieuw verhaal komt, met een ander inzicht, met nieuwe informatie, met een andere onderbouwing, weet ik wat, dan krijg je misschien daarna wel een ja. Snap je? Als het kind naar je toe komt en die zegt, ja, maar weet je wat, ik ruim al het speelgoed op, mag ik dan daar een snoepje? Ja, als ik al het speelgoed heb opgeruimd, mag ik daarna dan een snoepje? Ja, ja, daarna mag je wel een snoepje. Deal, toch? Dan is die nee veranderd in een ja. Die kleine doet niet zijn best. En jij hebt zoiets van, ja, dan krijg je daar wel een snoepje voor. Doe je best. Doe je best. Weet je, het is niet moeilijk. Weet je, het is echt niet moeilijk. Ik heb hetzelfde bij verkoop. Als wij producten verkopen, hè, als wij iemand opbellen en zeggen, hoi, ik heb dat product voor je. En dan zeggen ze, ja, nee, geen interesse. Logisch. Logisch. Dus ook het eerste wat ik zeg, als iemand zegt, nee, ik heb geen interesse, dat begrijp ik. Ik wist dat je geen interesse zou hebben. Dat wist ik al. Daarom bel ik je. Daarom bel ik je op. Want dat is het ook, toch? Je kunt geen interesse hebben in een product wat je niet kent. Simpel. Zo simpel is het. En dat, om dat even aan te geven ook, bij verkoop, is het eigenlijk zo, wat we doen is kijken naar hoeveel keer geen interesse we toch verkopen. Hè, dus ik kan er 10 bellen en dan zeggen alle 10 geen interesse. Oké, nou dan kan ik er 20 bellen, alle 20 geen interesse. Dan kan ik er 30 bellen, 40 bellen, 5. Nou, en bij de 50ste krijg ik 1 iemand die zegt, hè, 49 gaat goed. En die 50ste die zegt, oh, nou dat klinkt wel goed. Kan je me wat meer opsturen? Hé, kijk eens. Dus op de 50, 1 daarvan, dus 1 op de 50, zegt ja. Dat is 2 op de 100. Dat is 20 op de 1000. Snap je? Het is niet moeilijk. Maar je moet wel de berekening willen maken. Je moet wel doorhebben van wacht eens even. Als dit het geval is, als het 1 op de 50 is, dan moet ik er dus 1000 bellen om 20 keer interesse te krijgen. Simpel. Doe je best. Als ik stop bij de 40ste, als ik stop bij de 49ste, denk ik, nou, ze hebben allemaal geen interesse. Dat is niet waar. Dan hebben de 49 geen interesse. 49 hebben er geen interesse. En op die 1000 kan het maar zo zijn dat ik bij 900 allemaal mensen heb die geen interesse hebben. En dat die laatste 900, bij wijze van spreken, allemaal zeggen, ja, we hebben interesse, stuur maar wat op. Het gaat er dus niet om dat je in die blokken denkt. Het gaat om dat je in die volumes gaat denken. Van, ik moet meer mijn best doen. Als ik er 1000 bel, hebben er 200 interesse. Nou, top, weet ik dat. Dus als ik er 2000 bel, hebben er gemiddeld 400 interesse. Zo simpel zie ik het. En zo simpel zou iedereen het eigenlijk moeten zien, denk ik. Van, hoe kun je nou zeggen, ik heb niet de juiste baan, ik heb niet de juiste partner, ik heb niet de juiste inzet, ik heb niet de juiste, juiste salaris, of ik heb niet de juiste woning. Ik heb, weet je, het zit mij allemaal niet mee, het zit allemaal tegen. Nee, je doet gewoon niet je best. Doe gewoon eens een keer je best, weet je. Word wakker. Word nou gewoon eens wakker. Je moet gewoon meer je best doen. Je moet meer geven.
Hoe maakt iemand indruk bij jou? Als jij een saaie postbezorger bent, ben je dan onder de indruk van die postbezorger? Nee, de postbezorger. Maar als die postbezorger vrolijk voor je deur staat en die zingt een liedje of die is blij of die maakt een grapje of die maakt een klein praatje met je, dan denk je de eerste paar keer, het zal maar wel, vent. Maar op een gegeven moment denk je van, hé, de postbezorger, die is wel lachen. Weet je, ja, die postbezorger, oh, snel door de deur open, postbezorger. Snap je? Maak verschil. Maak verschil. Hoeveel inzet moet je leveren om verschil te krijgen? Doe je best. Hoe hard moet je je best doen om verschil te krijgen? Heel simpel. Hoe hard moet je je best doen? Weet je, want de grap is, en ik had er laatst nog met iemand een gesprek over, die verwachten dat met één of twee postjes op internet, dat er een berg aan orders binnen zou komen. En dat is wat je bij heel veel bedrijven ziet. Hè? Heel veel bedrijven die posten iets op social media, of ze geven een tientje uit aan een advertentie, en dan vervolgens verwachten ze gouden bergen. Het is heel simpel. Als dat zo was, dan had iedereen gouden bergen. Snap je? Als iedereen bij elke post op internet gouden bergen kreeg, en heel veel klanten en heel veel omzet, dan had iedereen heel veel klanten en heel veel omzet. Want bijna elk bedrijf post wel eens iets op social media. Maar toch is het niet zo. En datzelfde met die advertenties. Hè? Het zijn van die mooie lokkertjes. Hè? Met besteed 5 euro en 1000 mensen zien je bericht. Ja, dus? Als van die 1000 mensen helemaal niemand interesse heeft, of niet 1000 mensen er maar één klikt. Ja. Snap je, hoeveel advertenties zie je zelf? Weet je, als je scrolt. Oh, advertentie. Klik je erop, kijk je ernaar. Hoe vaak moet je hem zien voordat hij opvalt? Dus hoe vaak heb je hem misschien niet gezien voordat hij je pas ging opvallen? Ja, misschien heb je hem wel 20 keer gezien dat je denkt, wat is dat gele advertentie? Oh, wacht. Oh, dat. Snap je? Je moet meer je best doen. Hetzelfde met die advertenties. 1000 mensen werken niet, 5000 ook niet. Gooi hem gewoon over 100.000 mensen en kijk dan eens wat je resultaat is. 100.000 mensen geadverteerd. We hebben 10 aanvragen. Oké, wat kostte het? Nou, het kostte €200. Oké, is dat de moeite waard? Ja, dat is de moeite waard. Nee, dat is niet de moeite waard. Zo simpel moet je het doen. Verhoog je inzet. Als je je inzet verhoogt, krijg je ook eerder resultaat. Je kunt niet verwachten dat als je 2 postjes op social media doet, dat je bergen met aanvragen krijgt. Zo werkt het niet. En dat is met alles zo in het leven. Je kunt niet verwachten dat als jij je bent op zoek naar een nieuwe baan en je solliciteert bij 2 bedrijven en dat je denkt, ik stuur 2 brieven uit en dan moet een van de 2 die zal wel ja zeggen. En ze zeggen allebei nee. Dan kun je jezelf gaan afvragen, oké, moet ik nou wel of geen nieuwe baan? Misschien moet ik geen nieuwe baan, want niemand wil het me hebben. Nee, je hebt van 2 bedrijven een standaard reactie gekregen, want die bedrijven krijgen vaker sollicitaties. Ja, mag ik hier werken? Slechte cv zeg, laat maar zitten. Nee. Maar op het moment dat jij je best doet, dan ga je indruk maken. En als je indruk maakt, gaan mensen je niet vergeten. En als ze je niet vergeten, dan voeg je dus een waarde toe. En op het moment dat je nou heel graag bij een bedrijf wilt werken en je weet wie je daar moet hebben, dan moet je dus zorgen dat je indruk maakt bij die persoon. Dat je bij die persoon bijvoorbeeld zegt van, weet je wat, ik stuur daar een keer een kaartje heen of ik ga er een keertje langs of ik stuur nog een keer mijn cv, maar dan met een handgeschreven brief erbij. Snap je? Maak nou eens indruk. Maak nou eens verschil. Die personen krijgen stapels binnen. Ja, misschien per mail tegenwoordig. Allemaal mailtjes binnen met sollicitaties. Misschien moet je hem dan juist per post sturen. Dat je zegt, weet je wat? Iedereen doet het per mail. Ik stuur hem per post. Simpel. Het is zo simpel. Verhoog die inzet. Doe meer je best. Doe je best en vergeet de rest. Doe je best. Gooi die inzet omhoog. Denk niet na, oh, wat zouden anderen ervan vinden? Oh, maar straks vindt iemand me raar omdat ik een brief stuur. Ik heb liever dat iemand me raar vindt omdat ik een brief stuur, als dat iemand niks van mij vindt. Dat iemand zegt, Timo, wie is Timo? Waar moet ik die van kennen? Ik heb liever dat ze, oh, Timo, die jongen die een rare brief stuurde. Ja, die. Dat heb ik liever. Ben ik in ieder geval, ja, gezien. En dan zeggen, Timo, hoe is dat? Ja, dan hebben we er niks aan. Doe je best. Vergeet de rest. Wat maakt die rest nou nog uit? Wat maakt die rest nou over een maand of over een jaar nog uit? Over een jaar kijk je erop terug. Dat je, oh ja, ik had toen een sollicitatiebrief gedaan. En die had ik per post gedaan. En ja, dat was heel erg erg. En toen ging ik hem opsturen. En toen moesten ze lachen omdat ik hem met de hand had geschreven. Oké, dan ben je een jaar verder. Heb je waarschijnlijk een andere baan. Of misschien werk je wel bij dat bedrijf. En dan? Doe je best. Vergeet de rest. Zo simpel is het. Dit is...
Weet je, het is gewoon niet moeilijk. Ik zeg ook altijd, draai het om. Hoe maakt iemand indruk bij jou? Hoe maakt iemand indruk bij jou? En dat kan een flauw voorbeeld zijn van de pakketbezorger. Maar het kan ook in de supermarkt zijn. Hè? Er staat iemand een vak te vullen en jij stelt de vraag. Hé, hey, waar ligt hier de boot? In de boot en verderop daar tussen de melk en de eieren. Of die kan zeggen, nou, weet je wat, meneer, mevrouw, ik loop eventjes met u mee. Ga ik u precies laten zien waar de boten liggen. Nou, kijk eens hier. Nou, we hebben hier de roomboters, we hebben hier de plantaardige boters, we hebben hier de margarines. Dat. En de eerstvolgende keer dat die persoon jou ziet, denk ik, nou, weet je, ik ga toch even aan die vragen. Maar die persoon, die sla je op. En voor die persoon is het ook makkelijker. Je hoeft niet moeilijk te doen met, ja, dan moet je in en gewoon, ik loop even met u mee, geen probleem, ik ga het u laten zien. Weet je, doe je best. Doe je best. Vergeet de rest. Verhoog die inzet. Verhoog nou eens die inzet. Hoe zou je het zelf willen? Hoe zou je het zelf willen? Verplaats je eens in de ander. Verplaats je nou eens in de andere persoon. En ga dan eens denken van, hey, hoe zou ik willen dat iemand bij mij een sollicitatie doet, een offerte aanvraagt, een prijsberekening doet, een deal. Hoe zou ik het willen? Hoe zou mijn partner willen dat ik nu dit of dat doe? Weet je, verplaats je eens in die ander. Verplaats je eens in die ander. Het is allemaal niet zo moeilijk, weet je. Verhoog je inzet en je zult zien dat je veel meer resultaat krijgt, weet je. Als je het echt wilt, als je het echt wilt, hè. Als je het echt wilt, dan moet je gewoon je inzet verhogen. Als jij echt heel graag salarisverhoging wilt, verhoog je inzet. Als je echt heel graag iets gedaan wilt krijgen van je partner, verhoog je inzet. Als je echt heel erg graag iets wilt, moet je gewoon je inzet verhogen. Je kunt jezelf niet zielig gaan zitten vinden. Echt niet. Dat kan niet meer. Dat kan niet. Het kon misschien vroeger. Dat weet ik trouwens helemaal niet. Maar misschien is dat gewoon ergens aangeleerd. Of is dat een excuus. Hè? Jezelf zielig vinden is een makkelijker excuus dan harder je best doen. Weet je, verhoog je inzet. Vecht gewoon eens voor iets. Vecht nou gewoon iets voor iets. Weet je, gewoon vechten. Vechten. Niet letterlijk met je vuisten. Maar vecht er nou eens voor, knok er nou eens voor. Zorg er nou eens gewoon voor dat je zegt, weet je wat, ik heb me echt mijn stinkende best gedaan en het is gelukt. Of dat je zegt, ik heb zo hard mijn best gedaan, het is nog niet gelukt, maar ik ga nog meer mijn best doen. Verhoog die inzet. Als je het echt wilt, verhoog je inzet. Doe je best. Doe je best, weet je. Draai het gewoon eens om, weet je. Wanneer maakt iemand indruk bij jou? Het is niet zo moeilijk. Denk er gewoon elke keer bij alles over na. Hoe zou ik indruk kunnen maken bij die ander, als ik kijk vanuit die ander. Simpel. Hoe zou ik kunnen zorgen dat ik ga krijgen wat ik wil? Doe je best. Doe je best. Hou op met het stukje, ik krijg geen opslag en oh, het zit me allemaal niet mee en ze gunnen het mij niet en ik werk zo hard en ik doe zoveel. Blijkbaar doe je niet hard genoeg je best. Want anders had je wel meer salaris gekregen. En als je zegt, ja, maar ik ga echt niet zo hard bij dat bedrijf werken of voor zo weinig geld. Hé, hey, doe het niet. Waarom zou iemand jou meer betalen terwijl je nog niet hebt bewezen? Simpel is het toch? Als iemand bij ons hard werkt, dan zeg ik, nou ja, goed dat je hard werkt. Ik had het niet anders verwacht. En als iemand komt vragen van, hé, hey, ja, mag ik opslag of kan ik meer salaris gaan verdienen? Ja, dan zeg ik ook, ik weet niet zo goed waarom. Ik ben er heel eerlijk in. Ik ga er geen doekjes om winnen. Ik zeg, ik weet niet zo goed waarom. Het laatste jaar heb je dat en dat gedaan. Je hebt dit en dit verkloot. Is helemaal niet erg. Hè? Betalen we ook allemaal dat je dingen verkloot of dingen vergeet. Of hè? Onze klanten kost. Dat is niet erg. Dat accepteren we. Maar je moet niet een salarisverhoging gaan vragen op het moment dat je er geen goede reden voor hebt. Dus geef mij een goede reden. En dan geef ik je salarisverhoging. Zo simpel is het. En als iemand dat niet fijn vindt. Als iemand zegt, ja, dan ga ik weer ergens anders werken. Moet je dat lekker doen? Maakt mij niet uit. Ga je ergens anders werken. Daarom krijg je ook maar zo weinig betaald per maand. He, want blijkbaar vind je het zelf ook niet veel, anders zou je niet komen vragen om salarisverhoging. Dus je verdient blijkbaar te weinig. Ja, dan moet je wel meer werk gaan leveren. Want als ze allemaal zo zijn en ze vragen om salarisverhoging en als ze die krijgen, stappen ze op. Nou, dan heb ik in principe al die jaren dus gewoon precies het juiste salaris betaald. Want als ik ze op voorhand duurder had aangenomen, ja, dan was ik waarschijnlijk nu in hetzelfde schuitje gezeten. Maar ja, je verdient nou al meer bij aanvang. Nu vraag je weer om salarisverhoging, je kreeg al meer. Nou, dan ga ik ergens anders heen. Ja, prima, ga lekker ergens anders heen. Snap je? Verhoog je inzet. Laat gewoon eens zien van, hey, ik ben er. Ik doe ertoe. Ik doe mee. Ik doe mijn best. En ik doe meer dan mijn best. Ik doe niet gemiddeld mijn best.
Hey, je hebt meerdere fases van je best doen. Je hebt zeg maar de best doen van, nou ja, ik doe toch altijd mijn best. Dan heb je, nou, ik heb echt wel mezelf dubbel ingezet. Ja, oké. En dan heb je eigenlijk je best dat je zegt van, wow. Die persoon, nou, die maakt echt indruk. Dat is de fluitende postbezorger. Dat is de lachende winkelmedewerker. Dat is die persoon, die is goud waard. Oh, we gaan mensen ontslaan. Oh, maar die niet. Die moeten we houden. Dat level van de best, je best doen, dat wil je hebben. Toch? En als je dat aanpakt, als je zegt, weet je wat, ik verhoog mijn inzet, ik ga meer mijn best doen, ik ga meer laten zien dat ik er ben, dat ik er toe doe en dat ik verschil ga maken, dan gaat het werken. Dan gaat het werken. Niet de eerste keer, niet de tweede keer, misschien niet de derde keer, maar het gaat werken. Weet je, denk ook weer aan die oproep, als ik er 500 bel, hoeveel mensen zeggen dan ja? Je moet niet afvallen op die eerste 50. Als jij een keer een geweldige offerte uitbrengt en je denkt van, nou weet je wat, ik ga er achteraan bellen en ik stuur nog een briefje en die persoon zegt nee. Uiteindelijk zegt die persoon nog steeds nee. Dan moet je niet bij de volgende denken, ja, de vorige keer werkte het niet, dus ik ga het niet meer doen. Nee, bij die klant werkte het niet. Dus ik ga het nog 10, 20 keer proberen. En bij de 20ste keer zeg ik, oké, hoeveel van die 20 zijn laaiend enthousiast? Ja, 3. Mooi. Dan weet ik dat. Snap je? Zo simpel moet het zijn. Want zo simpel is het ook. En dan kan je dus zeggen, nou, 1 op gemiddeld de 7. 1 op de 7 is succesvol. Dus als wij dat doen bij 70, dan hebben we de 10 die succesvol zijn. Waar we een goede deal mee hebben gemaakt. Zo simpel. Maak de berekening. Het is allemaal echt niet moeilijk. Het is allemaal echt niet moeilijk. Maar dat stukje met, ik heb niet de juiste baan. Ik heb niet, dat gejank van mensen, jongen. Ik kan er zo slecht tegen. Ik ga er steeds meer aan irriteren dat mensen zichzelf zo ontzettend zielig vinden. En dat zeg ik niet zo hardop tegen ze. Maar ik zeg er wel bij, ik begrijp waar je nu in zit. Dat is niet leuk, maar neem je verantwoording. Pak je verantwoording. Ga jezelf niet zo zielig zitten vinden. Want je bent niet zielig. Je voelt jezelf zielig. Dat is wat anders. Je kunt jezelf zielig voelen. Maar je bent het niet. Je bent het niet. Op het moment dat jij zelf kunt bepalen waar je heen gaat, waar je naartoe gaat, dan ben je niet zielig. Je voelt je zielig. Oh, ik voel me zo zielig. Ja, dat kan. Je mag jezelf zielig voelen, natuurlijk. Maar je moet ook zorgen dat je dan verder komt. Je moet niet zeggen, ik ben al jaren zielig. Pak je verantwoording. Het is jouw leven, want jij bent degene die zich zielig voelt. En als iedereen om je heen zegt, oh, ben je zielig, oh, ben je zielig, oh, ben je zielig. Ja, dan zit er misschien wel een kern van waarheid in. Maar dan nog ben jij degene die moet zeggen, weet je wat, en nu is het klaar. Ik stop ermee. Ik ga mezelf niet meer zielig zitten vinden. Ik ga hieruit komen. Ik ga mijn best doen. Ik ga mijn best doen. En het is niet moeilijk. Het is echt niet moeilijk. Je moet er alleen voor knokken en niet opgeven. Geef niet op. Dat is het ook. Doe je best en geef ook niet op. Als je opgeeft, dan faal je alsnog. En je kunt niet falen zolang je niet stopt. Weet je? Stop niet. Doe je best en ga net zo lang door tot je hebt behaald wat je wilde behalen. Want op het moment dat je dat niet doet, op het moment dat je zegt, ja, maar ja, weet je, ik heb het nou 3 keer geprobeerd en nu lukt het niet. Nee, dan faal je dus. Dan geef je dus op. Dan moet je zeggen, weet je wat, ik heb het 3 keer geprobeerd, het is nog niet gelukt, ik ga het nog een keer 3 keer proberen. Of nog 10 keer, of nog 30 keer. Ga net zo lang door tot het lukt. Als jij geen baan hebt, hè, stel je hebt geen baan. Je wordt niet aangenomen bij dat bedrijf. Maar je gaat toch aan dat bedrijf wat waarde geven. Hè, ik noem iets heel simpels. Een horecazaak. Een horecazaak zoekt mensen. Maar je hebt daar een paar keer een brief heen gestuurd. En elke keer zeggen ze, nee, dat hoeft niet. Nee, dat hoeft niet. Ja, en op een gegeven moment denk je, ja, maar ja, weet je. Ik wil dat toch heel graag werken. Dan kun je daar gewoon eens beginnen. Door bijvoorbeeld 's ochtends daar terras aan te vegen. Dan pak je een bezem en dan ga je daar terras aan vegen. En dat zegt, oh ja, bedankt, hoef je niet te doen, heel bedankt. Top. En de volgende ochtend doe je dat weer. En de ochtend erop doe je het weer. En dat doe je net zo lang tot ze een keer zeggen van, hé, goed gedaan, bedankt, wil je een bakje koffie? Ja, lekker. Ja, waarom doe je dat nou? Nou, gewoon, vind het leuk om terras gewoon te maken hier voor jullie. Ja, maar ja, we kunnen je er niet voor betalen. Nee, dat verwacht ik ook niet. Weet je, doe dat dan net zo lang. Tot ze op een gegeven moment zeggen, ja, weet je, je veegt hier nou een maand aan het terras. Wil je niet gewoon komen werken hier? Snap je? Je hebt je best gedaan. Je maakt verschil. Je voegt een waarde toe aan het bedrijf. Hé, ons terras zit elke ochtend spik en span uit. Ik weet nog dat wij op een gegeven moment, ik werkte op een gegeven moment bij een bedrijf. En er was altijd iemand die 's ochtends de tafels kwam afnemen.
Die had zijn eigen doekje bij zich en die kwam dan op zijn fiets. En die kwam alle tafels afnemen die nat waren geworden. Of vies waren, hè, of waar bladeren op zaten en zulke dingen. En die kwam het tafeltje afnemen. En dan kwam hij een bakje koffie binnen doen op eigen kosten. En dan ging hij weer. Deed hij structureel elke dag. Wilde ook geen koffie cadeau. Wilde ook niet. Hè. Die zei ook gewoon van, nou weet je wat, ik betaal mijn eigen koffie, prima. Dat was het. Die vond het geweldig. Die was zo'n waarde voor dat bedrijf. In de aanwezigheid, in de energie. Hè. En als die persoon... Hè, niemand zou ooit zeggen, die persoon mag niet meer komen. Niemand. En die persoon kon ook niet worden ontslagen. Dat is natuurlijk de grap. En die persoon hoeft ook niet bij ons te werken. Want die had ook zoiets van, ja weet je, het is mijn oude dag. Ik vind het alleen maar leuk. Ben ik er ook even uit. Maar die persoon zal niet worden vergeten. Tot op de dag van vandaag. En dat was 98. Welk jaar is het dit? 2010. Dus dat is 12 jaar geleden. Zeg ik dat goed? 22 jaar geleden. 22 jaar geleden. Koek, koek. 22 jaar geleden. 22 jaar geleden is dit. En ik weet het nog steeds. Ik weet het nog steeds. Ik kan die persoon zo voor me halen. Ik weet niet meer of die persoon leeft. Want ik heb hem natuurlijk al heel lang niet meer gezien. Ik kan me voorstellen dat ja, die persoon was denk ik toen ook al tegen de 70. Dus dat die persoon misschien al weg is. Maar dat. Doe je best. Doe je best. Vergeet de rest. Doe je best. Vergeet de rest. Ga net zo lang door tot je je doel hebt behaald. Geef niet op. Als je opgeeft, dan faal je. Dan krijg je gelijk. Dan ga je jezelf zielig vinden. Dan ga je zeggen, zie je nou, ik zei het toch. Als ik dat zou doen, zou het niet lukken. Ja, dus dan heb je al opgegeven. Weet je, als een klein kind leert fietsen. En die valt een paar keer om. Omdat de zijwieltjes er net af zijn. Dan zeg je het er ook niet. Nou ja, doe maar de zijwieltjes weer erop hoor. Want ja, dit gaat er niet worden. Of dan zeg je het er ook niet. Nou ja, je zal nooit kunnen fietsen hoor, zonder zijwieltjes. Ik heb het al gezien, je valt zo vaak om. Stop er maar mee. Dat zeg je toch niet. Dan loop je toch ook achter zo'n kind aan. Dan ren je toch ook mee. Dan zeg je toch ook, kom op, even volhouden. Even doortrappen. Even gaan. Je bent nu misschien wat ouder. En misschien kan je nu al fietsen. Maar het geldt nog steeds, hè. Hou vol. Doe je best. Doe je best. En als het niet de eerste keer lukt omdat je omvalt, stap weer op en fiets weer door. Doe je best. En vergeet de rest. Dankjewel weer voor het luisteren aan deze podcast. Ik hoop dat je er iets mee kan. Check ook nog eventjes de website timosonius.com. En volg me natuurlijk op social media, want dat kan ik alleen maar waarderen als ik mensen daar ook daarmee in contact kom. En dat ik van ze kan horen van wat ze leuk vinden, wat ze niet leuk vinden. Want daar inspireer ik, of daar inspireer je mij ook weer mee om nieuwe content te maken. Dus nogmaals bedankt voor het luisteren en graag tot in de volgende podcast.